Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Paar Mij Media. Wij gaan vandaag mensen interviewen over hun goede voornemens voor 2021. Nou, ik wil eigenlijk weer meer gaan sporten. Ik heb de afgelopen jaren een beetje te veel binnen gezeten. Ik denk heel veel mensen hebben veel binnen gezeten. Veel achter de televisie of achter de computer. En ik wil er meer op uit en meer gaan hardlopen, meer gaan wandelen. En een paar kilootjes afvallen. Nou, mijn goede voornemen is om de goede voornemens die ik voor 2020 had, nu in 2021 waar te maken. En dat houdt in gezond blijven, dat is heel belangrijk. Maar ook wat hardlopen, gezond eten, afvallen. En gewoon door blijven gaan. Toch wel. Dat is het. Ja, dus ik heb eigenlijk meer wensen eigenlijk dat het corona vrij gaat worden. En dan weer met z'n allen weer bij elkaar hand kunnen schudden en knuffelen. Ja, dat is eigenlijk mijn wens. En dat we alles weer kunnen doen en sporten. En dat is eigenlijk een goede voornemen is mij. Ja. Ik wil in ieder geval zorgen dat we allemaal weer kunnen leven zonder de corona. Zodat we weer elkaar gewoon normaal kunnen zien en praten en eventueel knuffelen. Dat soort dingen. Dat is mijn goede voornemen. Mijn goede voornemens zijn vrij uit sporten, naar evenementen gaan, zelf sporten, naar sportschool. Ja, en dat we gewoon vrijheid mogen van alles en nog wat doen. Dus dat is mijn goede voornemen. Mijn goede voornemen voor 2021 is sporten, weer mogen knuffelen met elkaar, weer mogen basketballen, naar het Eurovision Festival mogen, feestjes bijwonen, mensen zien, met elkaar gewoon normaal in gesprek gaan. En dat is voor mij een goede voornemen. Gewoon gelukkig zijn en het normaal leven weer mogen gaan leiden. En ik laat mij vaccineren.